I'm selfish. Hoi, ik ben Julia en welkom bij weer een nieuwe video. Ik heb vandaag een shoplog van Loofjes voor jullie. En niet zomaar een shoplog. Een shoplog met heel veel lekker zittende kleding. Want we zitten nu allemaal thuis. Ik vind het persoonlijk echt verschrikkelijk. Dat wil ik nog even zeggen. Dat hebben jullie waarschijnlijk ook wel gezien in mijn vlogs als je die hebt gekeken. Stefan die moet nu elke dag van 9 tot 5 alsnog werken. Nee, hij heeft geen vitaal beroep. Hij werkt in de sales. Alleen ze hebben nu bijna iedereen naar huis gestuurd die thuis kan werken. Alleen Stefan kan niet thuis werken. Want dat kan haar gewoon niet. Dus ja, hij moet daar gewoon blijven. Maar hij is nog maar met één ander en ze zitten ver van elkaar vandaan. Ze zien verder niemand meer, dus dat komt gewoon goed. Alleen ben ik de hele tijd alleen en dat is nog wel jammer. Mijn camera valt trouwens de hele tijd uit. Hij gaat de hele tijd knipperen op zo'n i'tje of een uitroeptekentje dat er iets aan de hand is. Dus ik moet het in heel, heel kleine stukjes opnemen de hele tijd. Super irritant, maar ik heb het voor jullie over, want ik wil heel graag deze superleuke item laten zien. Laten we beginnen met een shirtje wat ik al aan heb. Dat is deze. Deze heeft hier van die schoudervullingjes. Dat vind ik wel een heel grappig effect. En ik heb allemaal aanshots gemaakt, dus die ga ik ook even laten zien. En de prijzen staan allemaal onderin. Het tweede item is hetzelfde shirtje, maar dan in het zwart. Deze heeft ook van die schoudervullingjes. En deze leek me heel erg mooi met een flarebroek of een normale zwarte broek. En dan bijvoorbeeld een gekleurd jasje eroverheen. Of, ja, ik vond het in ieder geval heel erg leuk dat ik ook een zwarte had. Dan kan je het ook gewoon ietsjes rustiger maken in plaats van poef, lila. Het volgende item is wel weer een kleur. En dat is een t-shirt. Echt, toen ik deze op de site zag, dacht ik echt, oh my god, ik moet deze hebben. Deze heeft ook weer schoudervulling. Dat wist ik niet voordat ik deze had gevraagd. Maar ik vind dat een superleuk detail. Want hier vind ik het ook wel heel grappig staan. Dus dat is deze. Snel voordat hij er weer mee ophoudt. En ik heb hem ook in het zwart. Precies hetzelfde. Je gaat het wel zien. Dan heb ik twee items die wel heel erg lekker zitten, maar wel wat netter zijn. Dus dat je niet de hele tijd in je kloffie rondloopt. En stel, je hebt nog iets waarvoor je er goed uit moet zien. Dan ga je het bij Loofjes halen. Deze body, ook schoudervulling toevallig. Zo zie je hem denk ik het beste. Kijk, hier zie je die schoudervullingjes ook zitten. Dus je draagt hem zo. In het roze, hij heeft een soort van glimmend stofje zeg maar. En er zitten hier knoopjes ergens. Dat je niet je boebage ziet. Dus dan zit hij zo. Love it. Dan nog een superleuk item. Een zwarte blazer. Ik had er nog geen eentje, dus ik vond het super chill dat ze daar eentje hadden. En deze staat eigenlijk heel erg leuk met deze. Of de roze, of de zwarte, of de andere zwarte. Maar ook met een paar hoodies. Want die hebben ze ook. Ik heb de hoodies in het knalgroen, neongroen gekozen. Deze. Het zijn trouwens cropped hoodies en dan zit het een beetje oversized. Zo. Weer een lekker vuil kleurtje. But again, if you don't like that, then I have a white one. Gebroken wit eigenlijk. En die is ook cropped and I really really like it. Dat waren eigenlijk alle kleding items, maar ik heb ook iets in mijn haar. En dat is deze haarband en die is ook van Loofjes. Ik ga hem even goed laten zien.
En mijn vriendinnen zeiden dat ik het niet mocht dragen, maar ik heb het lekker wel gedaan. Nee, ik had hem gisteren opgedaan. Het stond echt heel erg lelijk. Maar nu is mijn haar blijkbaar wat beter. Dit was alweer de shoplog van Lopies. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. En heel veel sterkte en succes deze komende tijd. Pas een beetje goed op elkaar. En ja... Zorg dat je jezelf wel een beetje elke dag opfleurt. Ga naar buiten of ga op je balkon of in je tuin staan voor een beetje frisse lucht. Ik doe ook mijn best. Ik moet nog elke dag naar school, dus ik heb wel iets te doen. Maar ik verveel me alsnog. Ik ben heel erg eenzaam en alleen. Dat klinkt heel zielig, maar het is wel zo. Dus bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren. Vergeet niet een duimpje omhoog te doen en me te volgen op Instagram. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video. Oh ja, als je weet wat er aan de hand is met mijn camera, laat me even weten. Want ik heb geen idee wat het is. Ik zie dus elke keer een oranje uitroepteken daar zo bovenin. Komt hij weer. Gaat zo stop met filmen. Goodbye. Adios. Ciao.